Wil je Shruti even roepen? Shruti, kom. Dit is de familie van Shruti, haar ouders, zus en broertje. We hebben wat foto's gevonden, Shruti. Deze ken je denk ik nog wel, of niet? Nee. Kijk. Het is al een tijd geleden dat ze samen in India waren, al meer dan 10 jaar terug. Kijk, dat ben jij, Shruti. Ja. Dat is Didi. We zouden vorige zomervakantie wel door naartoe gaan, maar toen kwam corona. Dus toen konden we niet meer gaan. Maar mijn moeder zou wel echt heel graag willen voordat, zolang mijn oma nog leeft, dat we daar naartoe gaan. Dan kon zij ons laten zien hoe de dorpen eruit zagen, waar zij heeft geleefd en hoe het was daar. Die reis kan voorlopig dus niet doorgaan. En dus gaat het contact met familieleden en vrienden in India nu vooral via de telefoon. Namaste en Girish. Aap kaise ho? Matik ho, aap kaise ho? Zoals met Girish. Hij is een goede vriend van de familie. Do you worry a lot about the coronavirus? There is a little bit of worry, of course, because as I told you, cases are increasing. We have to be careful when you're venturing out. In India zijn nu meer dan 16 miljoen coronagevallen. En het aantal besmettingen stijgt hard, omdat er waarschijnlijk een nieuwe besmettelijke variant van het virus is ontstaan. Seema, oxygenmask leke aajo khada kar diya box mein. Ook zijn er te weinig spullen om iedereen te behandelen. Daarom komen nu andere landen in actie om India te helpen. Eerst, het ging heel goed in India, maar toen gingen ze dus Holi vieren, dat is een feest. Dan vieren we nieuwjaar. En dan spelen we ook met hollypoeder. En dan kom je echt heel erg dicht bij elkaar. En ze droegen ook geen mondkapjes. En er waren veel bijeenkomsten met veel mensen. En ze hielden geen afstand. Dus daardoor is het gekomen, denk ik echt. We hebben ook misschien water. Ja, dankjewel. Niet lang geleden raakte ook een familielid van Shruti in India besmet. Mijn oma's zwager, die is er aan corona overleden. En daar, toen was het echt heel heftig, omdat alleen zijn oudste zoon mocht er bij de crematie zijn en de rest mocht er gewoon echt niet zijn. En toen dacht ik echt zo van, dat ging ook echt heel snel, want het waren maar een paar dagen, volgens mij een week had hij corona en daarna overleed hij gelijk. Dus dat was wel heel heftig. Shruti is erg blij dat andere landen India nu helpen. Maar, zegt ze, de regering van India moet zelf ook aan de slag. Nou, ik hoop en dat denk ik zelf ook dat er meer regels worden toegepast. En dat er de lockdowns veel strenger worden. En dat ze dan veel beter gaat, hoop ik.